hebben genoeg gesproken en het is nu tijd voor actie. Om sterker te worden in de regio. Met deze woorden riep president Chandrika Prasad Santokhi de CARICOM-staatshoofden op om sterker te worden en samen te werken en het verschil uit te maken. Deze oproep deed president Chandrika Prasad Santokhi op zondag 3 juli tijdens de openingsceremonie van de 43e staatshoofdenconferentie. Diverse CARICOM-staatshoofden hebben het belang van deze conferentie benadrukt en hebben de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi, gefeliciteerd met het voorzitterschap van deze regionale organisatie. In deze editie brengen wij u een samenvatting van de activiteiten die zijn gehouden in het gebouw van Asuria High Rise. Kijkt u mee naar de openingsceremonie van de 43e CARICOM-staatshoofdenvergadering. Verschillende Caribische leiders zijn tijdens de openingsceremonie van de 43e CARICOM-staatshoofdenvergadering blijven stilstaan bij de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee landen in de regio geconfronteerd worden. Volgens president Santokhi moet er middels concrete acties daadwerkelijk gewerkt worden aan oplossingen voor vele uitdagingen binnen de CARICOM. Hij is ervan overtuigd dat leiderschap en bereidheid nodig zijn om breed samen te kunnen werken. Als voorzitter van de CARICOM verwacht de president van de Caribische regeringsleiders dat zij hun invloed zullen aanwenden om het verschil te kunnen uitmaken. De openingsceremonie, gehouden in het Asuria Event Center, werd gekenmerkt door prachtige culturele optredens die goed werden ontvangen door de aanwezigen. Nog voor het einde van de ceremonie mocht president Santokhi 3 CARICOM Awards uitreiken aan personen die in het Caribisch gebied uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Mevrouw Dame Billy Miller van Barbados, de heer Isaac Vivian van Antigua en Barbuda en ambassadeur Irwin Larocque hebben allen een medaille in ontvangst mogen nemen voor hun uitmuntende prestaties. De CARICOM-voorzitter, president Santokhi, feliciteerde deze 3 en bedankte hen voor hun voortreffelijke prestaties. Het Surinaamse staatshoofd heeft eerder op de dag een aantal bilaterale gesprekken gevoerd met verschillende vertegenwoordigers van internationale organisaties. De dag startte met een bilaterale meeting tussen Suriname en de delegatie van Saoedi-Arabië. Hierna vond er nog een bilaterale ontmoeting plaats tussen president Santokhi en de secretaris-generaal van de Associatie voor Caribische Staten. Ook is er een gesprek geweest met de secretaris-generaal van de Organization of African, Caribbean and Pacific States. Na de bilaterale ontmoetingen was er een werklunch met de VN-secretaris-generaal. Allen feliciteerden de Surinaamse president met het CARICOM-voorzitterschap. Er zijn concrete werkafspraken gemaakt om de band tussen de CARICOM-lidstaten onderling en de verschillende internationale organisaties te verstevigen. De komende dagen zullen de CARICOM-leiders in verschillende sessies met elkaar van gedachten wisselen.